Petrus, niet voor engeltjes. Jens Naases, over je individuele prestatie kan je niet ontgoocheld zijn, denk ik, maar over het resultaat waarschijnlijk wel. Ja, dat klopt volledig. Ik vind dat ik zeker goed in de wedstrijd zat en een goede wedstrijd gespeeld heb. Maar het is jammer, onverdiend verloren volgens mij en verdiend zekere punt. Het geluk dat we vorige week hadden, hadden we deze week niet. Durie zei deze week in de kranten dat hij een tactisch plannetje had om Club Brugge te bekampen. Hij wou het niet meedelen aan het publiek, maar wat was uiteindelijk de bedoeling vandaag? Waar konden jullie Club Brugge pakken? Ja, het was eigenlijk vooral de bedoeling om hoog druk te zetten. Dat was wat duidelijk, denk ik. En daardoor Donk niet aan de bal te laten, omdat hij toch wel heel sterk is en hij kan het spel ook verdelen. En daardoor ook Ojija eigenlijk van de bal te houden. Ik vond dat nog redelijk gelukt was, maar niet meer resultaat wel. Je haalt de naam Donk aan. Was hij bepalend vandaag? Hij was heel vaak aan de bal en hij verdeelde het spel ook goed, hè? Ja, maar ik vond hem niet alleen sterk, ik vond Ojija eigenlijk ook wel redelijk sterk. En in het middenveld hebben we misschien de wedstrijd verloren, maar het is niet aan te doen. Hè. We gaan gewoon werken naar volgende week toe. Op een bepaald ogenblik waren de ruimtes wel groot. Club speelde volwassen, denk ik, vandaag. En was daar moeilijk een antwoord op te vinden op bepaalde momenten? Ja, het tempo lag redelijk hoog in de wedstrijd en het ging redelijk op en neer en zo. De club speelde inderdaad wel redelijk volwassen. Ze zetten hoog druk en zo. En daardoor lagen de ruimte zeker in de eerste helft niet zo goed in de rug eigenlijk. En de tweede helft hebben we daar dan iets meer gebruik van gemaakt. En het is jammer, ja. Er zijn zeker mogelijkheden in de play-offs tegen dit club, hè? Ja, dat is waar, tuurlijk. We hebben zeker bewezen dat we gewoon thuis horen in play-off 1. En dat we daar thuis horen op die tweede plaats. En ik vond dat we zeker niet moesten onderdoen. Nog één wedstrijd voor de boeg in de reguliere competitie. Hoe analyseer jij, hoe vat jij dit seizoen tot nog toe samen? Ja, het seizoen kan niet meer stuk. Dat is wel duidelijk. En het is nu niet omdat we die ene wedstrijd nu verloren hebben, dat alles om zeep is. We waren 17 matchen ongeslagen en niemand heeft ons dat voorgedaan dit jaar in de competitie. Dus ik denk dat de mensen of wij nog altijd niet mogen klagen. Nee, dat is zeker. We mogen zeker niet klagen. Maar we gaan naar die play-off 1, dus we hebben ook wel ambitie, denk ik. Ja, tuurlijk. We verliezen ook maar 1,5 punt vandaag, dus zo'n ramp is dat niet. Maar Club Brugge komt wel een beetje dichter en we gaan alles ons best doen om daar die tweede plaats eigenlijk te behouden in play-off 1. En blijven amuseren, zoals jullie coach zegt. Niet te veel naar boven of naar onder krijgen, maar echt iedere wedstrijd proberen presteren. Ja, we kijken eigenlijk alleen maar aan onszelf en wedstrijd per wedstrijd bekijken. En iedereen amuseert zich op het veld. Dat is wel duidelijk en we gaan dat proberen blijven doen. Dan denk ik dat de supporters zich mee amuseren met jullie. Bedankt.